Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Ras van Hout. Ras, welkom. Dankjewel. Leuk dat je bent. Leuk om er te zijn. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van je boek. Mm-hmm. Ik zal het meteen even omhoog houden, dan weten we waar we het over hebben. We zijn allemaal patiënten. Het leven van een jonge psycholoog in de praktijk. En eigenlijk, dat is een van de redenen dat ik je uitgenodigd heb, naar aanleiding van je boek. Maar ik vind het ook leuk, ik wil een serie maken voor De Nieuwe Wereld. Dit is eigenlijk de eerste installatie van deze serie. Hele eer. Ik denk een mooi begin. Ik wil begrijpen wat er in de GGZ gebeurt. Je hoort er veel over vertrouwen in de GGZ, die rechtszaken tegen de NZA. De kosten lopen de spuigaten uit. En omdat ik zelf toch ook wel in een aanverwante activiteiten, zoals filosofisch consulent, doe, vind ik het gewoon interessant om dat eens te begrijpen. En dat is vanuit verschillende oogpunten tegen het licht te houden. En jij hebt eigenlijk heel mooi in je boek beschreven, ja, hoe je als psycholoog, hoe je door je studie heen gelopen bent, hoe je begint. Het boek begint eigenlijk bij mijn eerste afspraak als psycholoog. Hè, ja. Of mijn eerste cliënt als psycholoog. Mm-hmm. Dus dat leek me een mooi bruggetje om die thematiek in te duiken. Ja. Dat zal ook een deel van mijn vragen wel informeren. Dus niet alleen kijken naar jouw werk, maar ook een beetje, oké, wat is nou die GGZ? Wat voor verschillende therapeuten heb je? Hoe kies je daartussen? Ook voor mensen die eventueel overwegen om naar een psycholoog te gaan, dat die er ook echt iets praktisch iets aan hebben. Ja. En ik ben ook gewoon benieuwd naar jouw perspectief als jong persoon. Hoe zie je nou jouw werk in de GGZ in het algemeen? Want je bent volgens mij een van de jongsten die hier ooit geweest is. En dat is ook meteen wel leuk aan jouw boek. Je beschrijft dus, je bent nu 2 jaar bezig als psycholoog. Ik nader de 3 inmiddels. Ja, ik rond af naar boven meestal. Maar ik ben, in de coronatijd begonnen met mijn stage. Bij de plek waar ik nu nog steeds werk. Mm-hmm. Daarvoor werkte ik wel ook al bij 113. Dus het is enigszins in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, de zelfmoordpreventielijn. Ja. Maar ik ben volgens mij oktober 2021 in dienst gegaan. Dus het is 2 jaar en een beetje. Ja, maar je bent in ieder geval, je staat aan het begin van je carrière. Ja. En nou is het leuk, je schrijft zelf ook over, ja, waarom schrijf je eigenlijk op die leeftijd? Normaal gesproken heb je toch een ervaren professional of een ervaren therapeut. Ja. Ik heb zelf een keer een gesprek hier ook gehad met Thomas Moore, die is 82. En dan denk je, ik snap dat die over de menselijke geest gaat schrijven. Mm-hmm. En jij zegt in je inleiding, zeg je, ik wil je verzoeken, en je is dan de lezer. Ik wil de lezer verzoeken om dit boek niet te lezen als een narcistisch manifest van een starter met een quarterlife crisis. Dus als jij als psycholoog weet, als iemand zegt, ik denk niet dat het in een relatie met mijn vader ligt. Weet je? Ja. Je begint er zelf over. Ja. Waarom zou dit een narcistisch manifest kunnen zijn? Het grappige is, ik heb dit hoofdstuk, die inleiding, is echt letterlijk het eerste dat ik heb geschreven. Mm-hmm. Dus ik wist zelf nog niet precies wat het zou worden, wat ik schreef. Dus misschien is het zelfs ook een soort boodschap aan mezelf dat het vooral geen narcistisch manifest moet worden. Mm-hmm. Maar ook omdat ik me wel bewust ben dat een lezer ook zijn vraagtekens zal hebben van, ja, wat heeft iemand die het werk pas net doet mij nou te vertellen dat ik nog niet weet of dat ik zou moeten weten. Dus ik heb het boek geprobeerd ook in te steken vanuit de ogen van een beginner, zodat je eigenlijk mee kan kijken wat denk ik voor een lezer die geen ervaring heeft in het werkveld of in het vakgebied of de theorie. Mm-hmm. Ja, een stuk toegankelijker is en hopelijk ook boeiend op een andere manier dan het verhaal van een 82-jarige die even komt vertellen hoe het zit. Ja. Ja, precies. Nou, ik vind ook dat het je gelukt is, hoor, voor de goede orde. Gelukkig. Het is een licht geschreven. Het is een lichte toets met humor. Maar mm-hmm. het is er zit een soort zachte menselijke blik ook wel in. En het is vooral heel eerlijk. Hè? Dus je mm-hmm. hebt natuurlijk nog allerlei twijfels als je net begint met zo'n beroep. En ik vind het ook wel knap dat je dat zo, dat je daar echt open over probeert te zijn in het boek. Heb ik het idee. Ja. Dat is er.
Ja, je durft zowel je zelfvertrouwen als je twijfels te benoemen. Dat is op zich natuurlijk best. Dus in die zin is het ook wel echt. Is het een mooi boek? En in die zin is het. Het voldoet ook. Het doet ook wel wat jij net benoemt. Het neemt de mensen inderdaad wel mee die wereld in. Mm-hmm. Dus laten we dat met onze kijkers en luisteraars ook even doen. Aan de hand van jouw boek. Want je beschrijft eigenlijk. Je begint dus letterlijk met mijn eerste patiënt. Mm-hmm. Er gaat ook nog een stukje van je boek over. Is het patiënt of cliënt? Ja. Jij spreekt over patiënten. Als we het over mijn bezoekers hebben, dan hebben we het over cliënten. Ik heb collega's die ook cliënten zeggen. Ja. Of klanten, sommige. Die zichzelf cliënt noemen? Nee, de mensen die ze zien. Oké. Ja. Dus er is geen richtlijn voor ons van je moet patiënt of cliënt of klant of wat dan ook zeggen. Hmm. Ik heb collega's die zeggen gewoon mensen. Hmm. Dus het kan allemaal ook in ons werkveld. Ja. Maar bij mij is het een bewuste keuze geweest. Het zit in de titel. En ook dat. Ligt ik bewust toe ook in dat hoofdstuk. Ja, ja, misschien komen we daar straks. Laten we eerst die. Ja. Misschien, want ik zit te denken, zullen we dat nou nu verder uitpluizen? Maar ik denk dat het leuker is om meteen die wereld in te duiken. En eigenlijk dus je beschrijft jouw weg. En aan het einde van het boek ga je uitgebreid in op de verschillende soorten psychologen die er zijn. Mm-hmm. Het lijkt mij voor dit gesprek leuk om het om te draaien. Dus er zijn heel veel mensen die met psychische klachten, en zeker jonge mensen ook, met psychische klachten rondlopen. En die moeten dan een soort. Ja, die moeten dan. Als ze besluiten om hulp te gaan vragen, moeten ze zich een weg banen door een hoop terminologie en een hoop verschillende soorten aanbod die er zijn. Mm-hmm. Zullen we dat gewoon eens op een rijtje zetten? Klinkt goed. Dus stel, ik denk dat ik last heb van een depressie, of mm-hmm. ik heb het idee dat er misschien een persoonlijkheidsstoornis speelt op de een of andere manier. Mm-hmm. Wat moet ik dan doen? Wat is dan de eerste stap die ik onderneem? In principe dezelfde stap als de stap die je zou ondernemen als je opeens pijn hebt in je knie of een andere onverklaarbare lichamelijke pijn, en dat is de huisarts. Mm. Dat is vaak waar het begint, zeker voor psychologische zorg. Mm. En vaak bij de meeste huisartspraktijken inmiddels tref je dan een POH-GGZ, dus een praktijkondersteuner huisarts-GGZ. Mm. En GGZ dat is geestelijke gezondheidszorg. Ja, sorry, de afkortingen. Zijn mij wel bekend. Maar... Nee, dat snap ik helemaal. Ik denk dat ook 90% van de kijkers het ook weet. Maar als we het gewoon doen, dan doen we het meteen gewoon. Dus hou me erbij. Praktijkondersteuner. Geestelijke gezondheidszorg. Ja, dus dat is eigenlijk de in-house psycholoog bij een grote huisartspraktijk. Ja. En die heeft ook gewoon psychologie gestudeerd. Ja. Die is net als ik masterpsycholoog of basispsycholoog. Hmm. En soms komt die daar tot de conclusie dat de hulp die vanuit de huisarts of vanuit de POH geboden kan worden, voldoet. Mm-hmm. En soms is er meer nodig. Met lichte stressklachten of? Ja, of meer een soort vinger aan de pols van het is stabiel, maar het is maar de vraag of het stabiel blijft. De aard van die. Sorry? Rouwklachten. Ja, ik probeer wat voorbeelden te bedenken. Ja, rouwklachten, stressklachten. Lichtere problematiek. Mm-hmm. Vaak zijn die gesprekken minder frequent en minder lang. Dus dat moet dan ook wel kunnen. Ja. Mocht er meer nodig zijn, dan zal een praktijkondersteuner of de huisarts zelf, als die er geen in dienst heeft, doorverwijzen. En dat gaat dan naar een psycholoog. Is het een goed idee dat die geestelijke gezondheidszorg in die huisartsenpraktijken ook beland is op deze manier? Ik denk het wel. Ik weet niet precies wanneer het is gedaan en wat daar de precieze redenen voor waren, maar ik denk dat het wel fijn is. Een huisarts ziet al ontzettend veel verschillende problemen. Mm-hmm. Lichamelijk, maar vroeger dus blijkbaar ook mentaal. Mm-hmm. En het lijkt me lastig voor een huisarts om goed in te schatten wat er nodig is en wat voldoende is op het gebied van de psychologie. Want die heeft niet gestudeerd in de psychologie. Mm-hmm. Dus ik denk dat het prettig is om een soort, ik weet niet of poortwachter het juiste woord is, maar iemand die wat meer kennis heeft van het aanbod die je wel al bij de huisarts kunt treffen. Omdat dat toch nogmaals de eerste plek is waar mensen vaak heen gaan. Mm-hmm. Het is ook nodig. Zo'n verwijsbrief is officieel verplicht als de zorg gedekt moet worden vanuit de zorgverzekering. Ja. Dus soms zoeken mensen direct bij de psycholoog, maar ook dan wordt er vaak wel nog een soort van terugverwezen naar de huisarts om een verwijsbrief te regelen voor de psycholoog. Ja precies. Dus dat. Oké, nee, ik kan me voorstellen dat een gezondheidseconomie misschien een ander antwoord op heeft. Maar in ieder geval vanuit jouw positie lijkt het. Is dat in ieder geval, komt dat op jou positief over? Ik denk ook. Dat is misschien een moderne of een wat modernere discussie, het praten of de pillen. Maar dat een huisarts misschien ook vanuit
de scholing die een huisarts heeft gehad, dit neem ik nu aan hoor, maar sneller naar de pillen zal neigen, terwijl dat soms misschien niet nodig is en dat een praktijkondersteuner daar in mee kan denken, voor zover nodig. Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad, dat een huisarts misschien in sommige gevallen inderdaad eerder een overzicht heeft van welke pillen die kan voorschrijven dan van de verschillende behandelmethoden en de voor- en nadelen daarvan. Mm-hmm. Oké, dus dat is die POH die je dan vaak tegenkomt. Dat is stap 1. Dan wordt het doorverwezen en dan kan het doorverwezen worden, als ik het goed zeg, naar de generalistische GGZ of de specialistische GGZ? Ja, de generalistische basis GGZ, mm-hmm. BGGZ for short, of de SGGZ, de specialistische GGZ. Oké, dus die generalistische, dat klopt alweer niet. Ja, het is volgens mij officieel gezien GBGGZ, maar dat zijn te veel G's in één afkorting. dat wordt dan BGGZ gemaakt. Okay, maar in ieder geval, dus specialistisch, langere, kortere trajecten zijn dan die BGGZ. Ja. Doorgaans wordt uitgegaan van volgens mij max 12 sessies voor de BGGZ. Hmm. En voor de SGGZ, zo lang als nodig. Vaak is het dan in ieder geval een jaar en dan na een jaar wordt gekeken of het verlengd moet worden, wel of niet. En zijn het echt fysiek gezien ook zeg maar twee verschillende trajecten? Of doe jij als basispsycholoog, als gewoon master in de gezondheidspsychologie, mm-hmm. doe jij ook SGGZ-trajecten? Ik doe het wel, maar daar moet dan wel op, toegezien worden door een ervarender psycholoog, een klinisch psycholoog of een GZ-psycholoog. Mm-hmm. Daar komen we dan denk ik straks op, maar die de functie van regiebehandelaar draagt. Ja. En dat is iemand die eigenlijk feitelijk eindverantwoordelijk is voor die behandeling. Maar als we alleen SGGZ gedaan zou kunnen worden door de ervarener psychologen, dan worden de wachtlijsten waarschijnlijk nog veel langer dan dat ze nu al zijn. Dus het is ook niet altijd nodig. Dus dit is een soort papieren onderscheid dat in de praktijk eigenlijk niet per definitie niet altijd is. Er zijn denk ik wel praktijken waar dat onderscheid serieuzer wordt genomen. Of je hebt praktijken die echt alleen hoofdzakelijk BGGZ doen en eigenlijk geen SGGZ zien. Mm-hmm. Maar ik denk in de praktijk zul je vaker zien wat er bij onze praktijk ook gebeurt. Dus dat ook de basispsychologen specialistische trajecten doen, maar dan wel onder toezicht en werkbegeleiding, et cetera. Ja, dat beschrijf je trouwens ook, en dat is bij veel dingen die we nu bespreken, vrij gedetailleerd ook in je boek, hoe dat werkt met de regiebehandelaar, op welke momenten die erbij gehaald worden enzovoort. Daarmee is het boek inderdaad voor beginnend psychologen interessant, maar ik denk ook wel voor beginnend patiënten. Ja, zeker. Dat je een beetje idee hebt van, dan komt opeens die regiebehandelaar erbij, waarom en waarom niet. Mm. Misschien kunnen we een beetje van die kennis dus inderdaad vandaag ook meegeven. Mm-hmm. Dus je hebt dan het onderscheid in SGGZ en BGGZ. Ja. Dan word je doorverwezen en dan heb je eigenlijk jij werkt in een relatief een middelgrote praktijk. Hè? Dus je hebt een klinisch psycholoog die praktijkhouder en regiebehandelaar is. Mm-hmm. En er zijn ook veel grotere instellingen waar echt de levels en de, hoe heet ze allemaal, de PsyQ en dat soort instanties die echt die ook groepstherapieën aanbieden en altijd een psychiater ook in huis hebben die ook met pillen kunnen werken. En je hebt dan de vrij gevestigde psychologen psychotherapeuten. Misschien is dit om dat verschil te kunnen uitleggen misschien goed om nu even door die verschillende titels heen te lopen. Dus jij hebt een master gedaan, jij bent een basispsycholoog. Mm-hmm. Dan is het volgende treetje geloof ik de GZ-psycholoog. Klopt, een gezondheidszorgpsycholoog. Dat is een postmasteropleiding van 2 jaar. Mm-hmm. Als je die hebt afgerond, dan ben je GZ-psycholoog. Dan mag je regiebehandelaar zijn voor de BGGZ, waar we het net over hadden. Dat is de eerste stap. Dan ben je generalist. Ze willen volgens mij naar een nieuw model toe waarin er ook het onderscheid wat minder vaag wordt. Want het onderscheid is nu nog een beetje vaag. Nou, ik heb het geprobeerd duidelijker te maken in mijn boek. Maar die functie van generalist zal dan blijven bestaan. Mm-hmm. Dus dat is een soort van de eerste stap in het vervolg voor de psycholoog. Ja. En de volgende stap is? Nu nog kun je 2 kanten op. Dus je hebt nu nog de psychotherapeut. Mm-hmm. Dat is ook een aparte opleiding van 4 jaar. Voorheen
kon die nog gevolgd worden, ook door basispsychologen. Dus dan kon je een soort van die stap van de gz-psycholoog overslaan. En ja, dan was je psychotherapeut. Zo leest het in jouw boek nog, ja. Inderdaad. En, alsof je inderdaad, dat jij die opleiding zou kunnen doen in plaats van een gz-psycholoog, ja, postmaster. Ja. Maar nu moet je dus een psychotherapeut worden, moet je sowieso al door die gz-psycholoog opleiding heen. Okay. Ja, en dat nogmaals, volgens mij per 2024... wordt dat alles op de schop gegooid. Dus je hebt nu de psychotherapeut en de functie klinisch psycholoog, die je net al noemde. Ook dat is een aparte opleiding. Daarvoor moet je de opleiding gz-psycholoog of gz-psychologie afgerond hebben. Het is een opleiding van ook 4 jaar. En dan ben je een soort van, dan heb je het uitgespeeld wat de postmasters betreft. En dan mag je zelfstandig in principe BGGZ, SGGZ zien en behandelen zonder dat daar een regiebehandelaar aan te pas komt. Dat lijkt een beetje op de medisch specialist in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk basisarts als je gewoon je medische opleiding hebt afgerond. Ja, precies. Dan ga je specialiseren en als je dan ben je chirurg of dan ben je pijnspecialist. Of dan ben je, in dit geval, dan word je dan dus echt klinisch psycholoog. Dan ben je echt medisch specialist eigenlijk. Ja, en dat is waar ze dus naartoe willen. Waar je nu dus die verschillende functies met die verschillende routekaarten hebt. Mm-hmm. Om dat wat duidelijker te maken, denk ik, willen ze toe naar een GZ. En dat is dan de generalist. En een KPPT, dus klinisch psycholoog, psychotherapeut, dat wordt 1. Okay. En dat wordt dan de specialist genoemd, inderdaad. Waarom bestond dat onderscheid überhaupt? Is het 1 meer diagnostisch en het ander meer behandelend? Wat was de truc? De psychotherapeut, hoe ik het me heb laten vertellen, is een soort klinisch psycholoog light. De opleiding klinisch psychologie gaat niet alleen over behandeling, maar ook over management, ook over wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is echt heel, heel breed, waar de opleiding psychotherapie veel meer ingaat op langdurige behandeling en de forsere problematiek, die ook bij de klinische psychologieopleiding aan bod komt, maar dan zonder het management en de randzaken. En dan mis ik er nog 1, dat is de psychoanalyticus. Ja. En dat is, in Nederland wordt dat ook niet meer vergoed. Dus ik begrijp ook dat je het in je boek niet noemt. Maar dat is natuurlijk ook nog... volgens mij moeten die inmiddels ook GZ-psycholoog zijn om te mogen beginnen aan die opleiding. Ja. Maar volgens mij zijn daar ook uitzonderingen voor. Maar dat is de ja, dan heb je echt, dan kom je echt in de ouderwetse Freudiaanse of heel soms Jungiaanse. Maar dat is geloof ik in Nederland minder... volgens mij zijn er niet eens meer verenigingen in Nederland voor, maar... Het is na mijn tijd, zou ik bijna willen zeggen. Het is niet iets dat, voor zover ik me kan herinneren als student, en ook nu, het wordt niet heel actief genoemd als iets onderdeel van het aanbod. Nee, en volgens mij concurreert dat ook best wel een beetje met elkaar. En dat het andere manieren zijn om ook tegen die zorg aan te kijken. Ja. Wat ik op zich alweer heel veelzeggend vind over de manier waarop we die GGZ, die geestelijke gezondheidszorg, hebben ingericht. Mm-hmm. Maar die, dus de, maar goed, daarom noem ik hem er toch nog even bij. Ja. Dus stel ik word doorverwezen, al dan niet door de POH, door de huisarts of door de POH-GGZ. Dan heb ik dus eigenlijk de keuze, oké, waar ga ik naartoe? En overal zijn de wachtlijsten vrij groot. Ja. Maar stel ik heb een soort van vermoeden van een diagnose, depressie of... Nou, burn-out is niet echt een diagnose meer, maar wat zou een andere kunnen zijn? Angststoornis, bipolaire persoonlijkheidsproblematiek. Mm-hmm. Dan kan ik dus kiezen van, ga ik naar zo'n praktijk zoals waar jij werkt? Ga ik naar zo'n hele grote toe? Ja. Of ga ik naar een vrij gevestigde psychotherapeut? Mm-hmm. Hoe zou jij zo'n keuze begeleiden? Ik denk dat het best is of... dat het doorgaans in samenspraak ook met de huisarts is. Want die heeft ervaring ongetwijfeld met bepaalde praktijken, instellingen, personen. Mm-hmm. Dus die kan helpen. De wachtlijst is vaak ook wel een belangrijke factor in het maken van zo'n keuze. Mm-hmm. En ik denk, hoe jij het nu schetst, leeft er bij jou als de patiënt al een bepaald vermoeden van een diagnose. Ik denk dat vaak of vaker mensen zich bij de huisarts melden gewoon met een algemene klacht. En zelf nog niet eens stilstaan bij mogelijke diagnoses of... hoe dat precies genoemd wordt. Ik denk dat het vaak de huisarts of de POH is die die stap al een soort van maakt. Dus als wij een verwijsbrief binnenkrijgen, staat daar vaak op vermoeden DSM-5, diagnose, depressie of angst of burn-out. Mm-hmm. De DSM-5 is het diagnostisch handboek dat we gebruiken. Ja. Dus ik denk,
vaker zullen mensen naar de huisarts gaan met ik slaap slecht of ik ben somber de laatste tijd. En ik denk dat het dan in meer gevallen de huisarts of de POH is die een soort van de afweging zal maken van wat speelt er, waar is zo iemand het best gebaat of waar kan het best de zorg geleverd worden die nodig zou kunnen zijn. Ja. Ja, dat is een goede aanvulling. Ik denk ook wel dat ik vanuit mijn kant, zeg maar, van de... Ik zie echt HBO-plus publiek, zeg maar. Mm. Ik spreek met mensen die best wel een hoog niveau van zelfreflectie en vaak ook opleidingsniveau hebben. En jij zit natuurlijk gewoon een dwarsdoorsnede van de samenleving. Ja, ligt ook wel echt aan de plek waar je werkt. Ik werk bij een praktijk die in Amsterdam Zuidoost gevestigd is. Op verschillende plekken, ook niet in Zuidoost. Maar ik zie veel mensen in Zuidoost. En dat is natuurlijk een andere doelgroep dan je zou treffen met een praktijk in Amsterdam Zuid of in een andere stad. Ja. Dus ik weet niet of ik de mensen die ik zie, of dat echt een soort dwarsdoorsnede is van de samenleving, als misschien ook gewoon de buurt waarin we zitten. Want ook, ik noemde net de wachttijd en de problematiek zijn natuurlijk belangrijke factoren, maar ook de afstand maakt voor sommige mensen best wel veel verschil. Ja. Mensen die echt met heftige angstklachten kampen, die zijn soms echt gebonden aan een hele kleine straal, waarbinnen ze de hulp zouden kunnen zoeken. Ja. Dus dat speelt vaak ook een rol. Ja, mooi. Mm-hmm. Mooi. Ja, dus dan komen we langzaam een beetje binnen in. Dus hè, die patiënt die komt en laten we dan... ik hou nog één ding tegen je aan, voordat we de praktijk, zeg maar, jouw spreekkamer, zeg maar, induiken. Ja, ja. Wat ik soms wel... mensen die... Want mensen vragen mij vaak van waar zou jij dan naartoe gaan? Mm-hmm. Dat is ook een van de redenen waarom ik... waarom ik ook leuk vind dat soort vragen aan jou voor te leggen. Ja. Niet alleen aan jou overigens, maar wij zitten nu te praten. Ik heb altijd wel het idee dat die psychoanalytisch opgeleide mensen, of die mensen die zeg maar in hun eigen praktijk zitten, dat die zich vaak wat meer onttrekken aan het hele diagnostische verhaal. Hè, want daar, aan de vragenlijstjes, aan een soort gesystematiseerde manier van werken, dan de mensen die binnen zo'n grotere context werken. Mm. Dus die hoogopgeleide of wat zelfbewustere mensen, als die dan naar zo'n soort aanbod toe willen, zeg ik, nou, misschien zoek dan iemand die vrij gevestigd is en die misschien met iets of psychoanalytisch opgeleid is. Hè, ja. Dus die dan toch op een andere manier soms ook de psyche benaderen dan zeg maar de systematiek die we vandaag misschien ook wel bij jou gaan zien. Hoewel ik het idee heb dat jij daar ook wel... Ja, de praktijk waar ik werk is niet zo rigide op dat gebied. Ik denk inderdaad de grotere instellingen... Ja, soms wordt dat lachend ook wel een beetje een soort draaideur gezondheidszorg genoemd. Ja, daar is dat denk ik ook een bepaalde noodzakelijkheid voor om wat systematischer en gestructureerder te werk gaan. En dus ook met diagnoses en protocollen, et cetera. Mm-hmm. Maar waar ik werk, en ik denk wel dat wat je zegt klopt, dat waarschijnlijk de vrij gevestigde therapeuten zal daar ook minder waarde aan worden gehecht. Of minder standvastig op die manier aan vastgehouden worden. Mm-hmm. Ja, want dat is ook wel het idee dat ik trouwens krijg bij jouw beschrijving van jouw praktijk. Dat de sfeer binnen zo'n praktijk toch ook wel erg bepaald wordt, inderdaad. Jij noemt hem dan met enige humor af en toe de eindbaas. Ja. Maar jij beschrijft hem ook best wel lyrisch. Dat, mm-hmm. Dat vind ik ook wel leuk. Maar daar ben je ook wel weer gereflecteerd over dat je dat doet overigens. Yeah. Dus het is niet dat je soort van als een fanboy dat beschrijft. Maar je hebt hem wel hoog zitten, geloof ik. En het klinkt wel alsof hij ook wel een bepaalde sfeer neerzet dan in die hele, die hele praktijk. Ja, zeker. En hij is ook wat meer van de oude orde en van de oude generatie. Dus misschien komt dat daar ook wel door. Het is iemand die al langer in het werkveld zit dan ik leef. De praktijk is ouder dan ik. En dat is toch, ja, het draagt wel bij aan de sfeer en ook een soort van de filosofie die hij heeft en denk ik ook wel veel van mijn collega's delen. En wat de praktijk voor mij in ieder geval een hele prettige plek maakt. Want als ik bij een plek was beland waar wel heel rigide vastgehouden zou worden aan vragenlijsten en protocollen, dan was ik niet heel gelukkig geweest, denk ik. Ja, dus je bent...
wat dat betreft een sceptisch gids. Hè, maar, ja. Maar je beschrijft het wel allemaal in je boek. En ik moet zeggen dat ik pretendeer best al wel iets van psychologie en hoe dat allemaal werkt te weten. Ik kan me natuurlijk ook bij sommige vragen bewust een beetje doen. Maar er zat voor mij toch ook wel wat nieuws in, gewoon echt in welke vragenlijsten dan precies en in welke volgorde. Ja. En, ja. Kun jij de kijkers en luisteraar dat ook eens uitleggen? Dus die imaginaire patiënt die komt binnen. Ja, wat gebeurt er met je? Ik moet zeggen, wat ik nu zeg is hoe het bij ons in de praktijk gaat. En ik weet niet of het overal zo gaat, maar als je bij mij in behandeling zou komen, dan wordt er een screener gestuurd. Dat is op voorhand, nog voordat het eerste contact is geweest met algemene vragen over klachten en andere zaken die van waarde zouden kunnen zijn om op voorhand te weten. Dan kom je de praktijk binnen, dan maken wij kennis. En dan is er een vragenlijst die wij altijd afnemen. Maar dat is volgens mij op initiatief van mijn baas. Die probeert een onderzoek te doen. Maar dat is een vragenlijst die ook gaat over de algemene klachten vanuit de DSM-5. Het handboek voor diagnoses. Dus die vult men ook in. Ik doe dat vaak op het moment dat ik een drankje voor ze haal, als een soort grapje ook, van hebben we het papierwerk gehad. En dan kunnen we daarna echt aan de slag. Mm-hmm. En dan, los van die twee vragenlijsten, is er nog een derde recent geïntroduceerde vragenlijst, de HONOS. En die moet ingevuld worden met of door de regiebehandelaar. En dat kan samen met de patiënt, maar dat kan ook los daarvan. Mm-hmm. En dat is een vragenlijst. Het gaat ook over klachten, maar ook over een algemeen soort van functioneren. Dus het gaat ook over hoe de zelfzorg is van iemand, hoe de relaties van iemand zijn. Dus dat staat ook wel los van een soort van de diagnoses of de criteria die je vaak ziet bij diagnoses. Het gaat gewoon meer over een soort algemeen functioneren. Ja, dit is de vragenlijst overigens waar de NZA dus om vraagt en waar vertrouwen in de GGZ nu... Volgens mij is het een deze dagen. Ik dacht volgens mij vandaag zelfs een zitting. Ik dacht de 29e, maar ja. Vandaag is dan de opnamedag en niet de uitzendingsdag. We moeten al een beetje opletten. Ja. Maar die valt er misschien wel weer uit. Maar in ieder geval dat is dus niet een diagnostische tool, maar dat is meer een gereedschapje inderdaad om te monitoren wat er in die GGZ gebeurt. Ja, volgens mij is het wel het idee ervan was. En ik moet bekennen, in mijn boek schrijf ik er volgens mij ook nog best een beetje lyrisch over. Ja, dat viel me op inderdaad. Maar dat was nog niet wetend op wat voor manier het ingezet zou worden. Die ingezet is en op wat voor manier er omgegaan is met die data ook. En dat is volgens mij waar die rechtszaak vooral betrekking op heeft. Zeker. Maar volgens mij was de intentie om te onderzoeken of er wat meer afgestapt kan worden van het diagnostisch model, waarbij een behandeling echt gekoppeld is aan een diagnose. Mm-hmm. Dus vroeger had je nog de DBC's, dat is diagnose-behandelcombinaties. En om over te gaan naar een model dat meer gaat over algemeen functioneren. Dus een soort van de klachten en ook het functioneren in de brede zin van het woord, los van de specifieke criteria die je zou kunnen vinden binnen een diagnose. Mm-hmm. En ik vond dat, het klonk heel mooi, of het klinkt nog steeds heel mooi als het op die manier zou kunnen, omdat je dan dus, het biedt veel meer vrijheid, waarbij je dus niet meer zo vastzit aan vragenlijsten en bepaalde hokjes en bepaalde diagnoses, waarbij je net één criterium wel of niet te veel kunt hebben, of te weinig. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een burn-out, wat dan geen officiële diagnose is en dus niet officieel gezien vergoed wordt, wel opeens te behandelen zou kunnen zijn en wellicht ook wel vergoed. Dus het idee is iets waar ik best achter kan scharen, maar het is op een onhandige manier gedaan, zacht gezegd. Ja. Hoe dat is geïntroduceerd en hoe daarmee om is gegaan. Ja, precies. Oké, dus dan terug naar die... Dus er is een screener. Voor jullie praktijk specifieke vragenlijstje voor bij de koffie, zeg maar. Ja, ja. Of voor de koffie. En dan komt er een intakegesprek. Ja. En daar zitten ook nog vragenlijsten bij. Of is dat pas als jij ze dan vervolgens doorstuurt naar een collega die het diagnostiek gaat doen? Nee, meestal doe ik dat zelf. We hebben een diagnostiekteam binnen de praktijk waar ik werk, maar die zetten
zou ik eerder inzetten als er sprake persoonlijkheidsstoornis bijvoorbeeld. Dat zijn best wel forse diagnoses ook. Noem maar eens een paar. Een beetje... De borderline persoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis. Veel mensen herkennen die termen en hebben daar meteen een bepaalde associatie of beeld bij. Dus daarom wil ik ook wel extra gevoelig omgaan met diagnoses zoals bijvoorbeeld borderline of narcisme. Maar grondig onderzoek is ook nuttig daarbij omdat het persoonlijkheidsstoornissen zijn. Dus stoornissen die vaak al vanaf de jonge volwassenheid aanwezig zijn of zouden moeten zijn om de diagnose te kunnen stellen. Terwijl een depressie of een angststoornis of een trauma is iets dat op kan komen uit het niets of met een wat chronischer beloop. Dus dat, als ik grondiger onderzoek zou willen doen, dan is het bijvoorbeeld voor persoonlijkheidsstoornis of intelligentieonderzoek, als het vermoeden is dat iemand hoog of laag begaafd is, of dat dat mogelijk op een andere manier een rol speelt in de klachten. Maar los van die patiënten of die situaties doe ik de diagnostiek vaak samen met de regiebehandelaar. Dus de intake doe ik meestal zelf en dan krijg je vaak al een bepaald gevoel in welke hoek de klachten zitten en welke diagnoses daar mogelijk bij passen. Mm-hmm. En in het volgende gesprek, dat doe ik dan vaak samen met de regiebehandelaar, vragen we dan ook wat concreter de klachten uit die bij de diagnoses passen die mogelijk zouden kunnen spelen. Nee. Maar we doen dat niet in de vorm van een vragenlijst. Dat is, nou ja, we lezen ze wel op soms. Maar het is niet dat iemand voor de zoveelste keer een papiertje voor zich krijgt dat hij dan even voor de koffie in moet vullen. Nee, oké. Okay. Ja. Maar dus dat, ja, nogmaals, dat is hoe wij werken. Ik weet niet zeker hoe dat op andere plekken gaat. Hmm. Nou ja, jouw het is altijd goed om erbij te doen. Maar ik vind jouw ervaring op zich ook al heel interessant. Hmm. Dus een screener, dat je een beetje een beeld krijgt bij iemand. Dat is ook iets waar je op kan terugverwijzen tijdens zo'n intake, neem ik aan. Van, ik zie hier dat je aangeeft dat je niet goed slaapt. Vertel eens. Hè? Ja, precies. Dan heb je die HONOS-lijst en dan vervolgens het uitgebreid intakegesprek en dan tijdens die... Nou, dat viel me wel op natuurlijk, dat je inderdaad van de DSM, de Diagnostical and Statistical Manual, weet je ja. We zitten bij versie 5 inmiddels. 5, de revised versie. Oh, ja. Dus je hebt altijd volgens mij een getal en dan komt er een gerevised versie en dan na zoveel jaar komt er weer de DSM-6. En dat is die TR, die Text Revision versie. Ja. Dus we zitten op DSM-5 TR. TR-5. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld, depressie, nou die zul je uit je hoofd weten. Maar daar zijn dan 10 symptomen. En dan moeten ze aan een bepaald aantal voldoen. En dan kun je die diagnose stellen. Ja. En is dat nou, doe je dat nou echt voor de zorgverzekeraar? Voor het financiële? Of zit daar ook wel therapeutisch relevantie aan? Om dat wat preciezer vast te stellen wat er aan de hand is? Ik denk dat elke therapeut die dat zou vragen zou een ander antwoord geven, vermoed ik. Ik doe het zelf meer vaak voor de zorgverzekeraar. Misschien moet ik ook oppassen met wat ik nu zeg. Maar wat mij betreft is het niet altijd relevant of het één criterium meer of minder maakt. Dus best een groot verschil financieel gezien en misschien ook überhaupt in het al dan niet aan kunnen bieden van zorg. Ik ga er volledig vanuit dat bijna alle psychologen dit systeem ook een beetje naar hun hand zetten. Ja. Dus het zal, daar hoef je ook niet ja of nee op te zeggen, maar men kan zich waarschijnlijk voorstellen dat er psychologen zijn, in het algemeen gesproken, die af en toe een criteriumtje bij spreken aanvinken, zodat er een diagnose is en de behandeling vergoed kan worden. Maar je hebt vaak ook wel voor de meeste diagnoses, heb je de diagnose depressie bijvoorbeeld, maar je hebt ook ongespecificeerd. Of niet anders omschreven volgens mij voor sommige anderen. Of anders gespecificeerd. En dat is een diagnose die gesteld kan worden. En eigenlijk daarin wordt dan ook benoemd dat er net niet voldoende criteria wordt voldaan. Maar dat de klachten wel lijken op wat je bij bijvoorbeeld een depressie zou vinden. Mm-hmm. Maar ik heb nog nooit... Maar krijg je dan evenveel behandelingen vergoed als je dat bij dergelijke geitenpaadjes... Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het verschilt. Sommige zullen wel vergoed worden, andere niet. Het fijne van de DSM is dat het best een dik boek is met een behoorlijke aantal diagnoses. En vaak
vind je toch, is er echt wel iets te vinden. Want mensen melden zich niet zomaar aan. En zo'n wachttijd is ontzettend lang in veel gevallen. Dus vaak speelt er ook echt wel iets. Ik heb het in mijn carrière, hoe kort dan ook, nog niet meegemaakt dat iemand is afgewezen omdat er nou net één klacht te weinig was. Om echt te kunnen spreken van een diagnose. Oké. Ja, waar zitten we dan? We zitten dus inmiddels dan een beetje bij... We zitten eigenlijk bij de tweede intake of het gesprek met de regiebehandelaar. Mm-hmm. Waar dan ook... En vervolgens... Je moet ook veel plannen schrijven, man. Je moet een behandelplan. Je moet een voortgangsrapportages, afsluitende rapporten, brieven naar de huisarts. Een boek ernaar. Ja, dat was vrije keuze. Ja, dat was... Maar veel... en als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, 30 pagina's lang... Dat doe ik dan niet zelf. Daar hebben we dus een team voor, gelukkig. Maar het is veel administratief werk. Ja, wat ook wel voordelen, wat je ook beschrijft. Het, op het moment dat er inderdaad ergens teruggekeken moet worden, of op het moment dat er andere mensen gaan meekijken, dan is alles ook digitaal voorhanden. Ja. Wat ik ook altijd een beetje eng vind dan, als je vanuit de kant van de patiënt kijkt, dan is er dus ergens een systeem waar allemaal mensen toegang toe hebben. Ja. Hoe zie jij dat? Het klopt. Het lastige is, er is denk ik geen plek waar je het 100% veilig zou kunnen opslaan. Ik heb een notitieblok, maar mezelf kennende is de kans groter dat ik die ergens in een tram of in een trein laat liggen dan dat ik mijn laptop ergens open laat staan en iemand in kan loggen op. We hebben inderdaad een digitaal patiëntenbestand, maar dat is beveiligd en er is tweestapsverificatie. En ja, ik snap dat spannend is, maar voor de continuïteit van de behandeling is die administratie toch echt wel noodzakelijk. En ja, je zult hem ergens kwijt moeten. Want het zou toch zonde zijn als de psycholoog die het allemaal veilig en wel heeft opgeslagen in zijn hoofd, om welke reden dan ook uitvalt. Ja. Maar in principe, ik hoor soms ook wel van patiënten inderdaad dat ze dat spannend vinden. Maar dan gaat het ook vooral over wie heeft er dan toegang tot mijn dossier. Kan mijn huisarts dat allemaal lezen wat ik dan heb gezegd hier? En dat is niet het geval. In principe heb ik zelf als behandelaar toegang en de regiebehandelaar. En als er dan iemand anders de behandeling over zou moeten nemen of wat dan ook, dan krijgt toegang tot dat dossier. Ja. Ik weet niet zo goed wat het veiligste alternatief zou moeten zijn voor alle data, voor al die data. Nou, ik denk dat dit antwoord in dubbele zin. Enerzijds je beschrijft hoe het beveiligd wordt. Ja. Of in ieder geval dat daar een serieuze poging toe wordt gedaan. Ja. En ten tweede dat jij ook bewust bent van die problematiek. Dat lijkt me ook wel een geruststellende gedachte voor veel mensen. De boetes zijn niet min. En volgens mij als je niet voldoende beveiliging hebt op dat soort data. Dat ligt er ook niet om. Het is ook extreem belangrijk natuurlijk dat veilig en wel opgeslagen kan worden. Ja, nou ja, het raakt aan de kern van je beroepsgeheim. Ja, absoluut. Maar dus hier kwam ik op, ik vroeg even naar, maar eigenlijk zat ik bij dat behandelplan. Hè? Dus die volgende stap. Dus er wordt dan een plan opgesteld, ook samen met de cliënt, met de patiënt. Ja. En vervolgens begint die behandeling. Ja. Nou behandel jij, als ik het goed begrijp, dus vooral klachten als depressie, burn-out, angstklachten, trauma. En dus niet die meervoudige persoonlijkheidsproblematiek? Soms ook wel. Het is vaak hoe het bij mij in ieder geval gaat. Je hebt het intakegesprek, dan plan ik een regiebehandelaarsgesprek. Dan aan de hand daarvan heb ik een overleg met de regiebehandelaar, waarin we bijvoorbeeld het behandelplan ook bespreken. En ook gewoon even een soort check-in hebben van, ben ik de juiste behandelaar? Is dit de juiste plek? Zo niet, wat dan wel? Wie dan wel? En als er sprake is van meervoudige persoonlijkheidsproblematiek, maar ik toch het idee heb dat ik daar wel iets mee kan, dan is mijn baas, die heeft wel het vertrouwen dat dat dan ook kan. En dat gebeurt dan soms. En als ik het idee heb dat ik niet de juiste persoon ben, dan kijken we verder naar waar iemand beter gebaat zou kunnen zijn. Maar ja, mijn dag bestaat dus uit een enorme variëteit aanklachten, licht en zwaar. Dus psychiatrische patiënten zien we niet, dus die zie ik ook niet. Dus de bipolaire stoornis, psychotische klachten, echt klachten waar vaak medicatie voor nodig is. Daar heb je vaak ook een psychiater voor nodig en die hebben wij niet in dienst. Is dat de definitie ook van psychiatrische klachten?
Dus dat het medicatie verlangt. In mijn hoofd wel. Ik weet niet zeker of dat in het boekje ook zo is. Maar de mensen die mogelijk ook gebaat zouden zijn bij medicatie. Hmm. En soms kan dat ook wel binnen onze praktijk in samenwerking met een huisarts. Maar dan gaat het vaak om antidepressiva eerder dan echt forse klachten waar zowel medicatie als misschien ook, ja, hoe zeg je het, een intensiever toezicht nodig is. Mm-hmm. Of een opname. Of drastischere maatregelen of drastischere zorg. Oké, dus jouw dag bestaat uit een variëteit aan verschillende klachten. Ja. En dat is ook wel het grappige. Jouw boek beschrijft inderdaad ook een beetje jouw weg. Dat is ook jouw perspectief. En dat is ook, ik denk, voor aankomende psychologen. En nogmaals, ook voor patiënten interessant. Maar wij nemen vandaag een beetje die andere kant. Nou, meer de weg van de patiënt door het traject heen. Ja. Met hier en daar eens een vraagje over jouw kant van de zaak. En nogmaals, ik bedoel het echt niet als kritiek op je boek, maar meer gewoon het valt me opeens zo op dat het echt parallel loopt, maar dat ik net die andere, ik heb die hoofdstukjes een beetje en denk, oh ja, we gaan nu die kant op. zo bedoelde ik die opmerking. Maar die voor die patiënt is dan dus de volgende stap is eigenlijk, is die behandeling. En wat mij wel fascineerde, want daar weet ik dan net niet genoeg van, zeg maar, jij maakt een aantal keer gewag van behandelprotocollen. Ja. Die ook, dus DSM gerelateerd. Dan ben je zo benieuwd wat daar dan in staat. Dus stel, ik heb een depressie. Ja. Wat staat er in zo'n protocol? Wat heb jij daar voor je neus? Zo'n boek, en dat is dan een van de drie. En daar staan de protocollen voor de meest voorkomende stoornis. Ik heb hem trouwens niet letterlijk voor mijn neus tijdens een behandeling, maar daar zou ik op voorhand misschien doorheen bladeren als ik inspiratie of ideeën nodig heb. Maar in zo'n boek vind je informatie over de stoornis, een soort achtergrondinformatie, wetenschappelijk onderzoek, klachtenbeloop, meer de theorie. En daarna ook echt de praktijk. En dat, ik heb niet alle drie de boeken helemaal gelezen, maar vaak neemt dat echt de vorm aan van een soort bijna handleiding van wat je sessie voor sessie doet, bespreekt, waar je het over hebt. Soms staat het echt verbatim uitgeschreven, wat je dan kunt zeggen. Mm. Waar je het over hebt per sessie, wat voor huiswerk je meegeeft, et cetera. Dus ik weet het depressieprotocol niet uit mijn hoofd. Jij behandelt dus ook niet aan de hand van zo'n protocol, maak ik daaruit op? Ik gebruik het als inspiratie. Maar dat is in combinatie ook met ervaringen uit eerdere behandelingen, ervaringen van collega's, besprekingen met de regiebehandelaar, een werkbegeleider. Je zoekt natuurlijk je eigen weg. Het is niet dat ik voor elke afspraak ga bladeren. Oh, waar waren we ook weer? Welke stoornissen doen we ook weer? In welke sessie waren we ook weer? Het is meer om in ieder geval een rugzakje te hebben waar ik eventueel uit zou kunnen putten als ik echt niet weet waar we nou zijn beland. Dit klinkt echt als de natte droom van de zorgverzekeraar. Ja, dat je gewoon van sessie tot sessie kan bepalen wat er gezegd wordt. Ja. Waarom? En het zou ook mooi zijn als het zo kon, maar het zou mijn werk een stuk minder leuk maken, denk ik. Ik vind juist de variëteit in klachten en in mens die elk uur mijn kamer binnenkomt wandelen, maakt het werk leuk. Hmm. Anders, als het echt zo makkelijk zou zijn, dan waren wij vervangen door robots. Of dan zou dat heel dichtbij komen, dat moment. Ja. Want dan heb je ook niet echt een psycholoog nodig. Je hebt gewoon een actie-reactie en je weet blijkbaar al precies wat er gezegd moet worden. Hmm. En als dat zou werken, zou dat mooi zijn natuurlijk. Maar het werkt zelden zo. Ja, want nu komen we bij het leukste stuk van de beschrijving van de behandeling. Namelijk, wat staat daar, hè? Wat gebeurt er in die behandeling? En eigenlijk in jouw boek, tot mijn grote genoegen, moet ik zeggen. Jij stelt de relatie, dat is ook in allerlei onderzoeken, is dat inmiddels ook wel bewezen. De effectiviteit van de behandeling hangt in hoge mate af van de therapeutische relatie, de klik. De zogenaamde klik tussen patiënt en behandelaar. Ja. En dat is ook eigenlijk heel veel van het al dan niet volgen van een bepaald protocol of niet. Veel belangrijker dan dat is, inderdaad, heb je een open en eerlijke werkrelatie. Ja. En opnieuw tot mijn genoegen haal jij vooral de Rogeriaanse humanistische psychologie haal je aan.
Kun je mensen daar misschien iets over vertellen, over het belang van zo'n relatie en hoe je, welke principes daarin een rol spelen? Ja, ja, het is essentieel eigenlijk nog meer dan, dus inderdaad de gekozen protocollen of de behandeling, nog meer dan de leeftijd van de behandelaar, nog meer dan de ervaring van de behandelaar, is de relatie die de behandelaar en de patiënt hebben. Ja, Rogers is een psycholoog die daar veel over heeft geschreven en die werkt vanuit drie basisprincipes. Empathie, openheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Mm-hmm. Dus je moet werken vanuit empathie, vanuit een soort inlevingsvermogen, alsof ik het leven van de patiënt meemaak. Hoe zou ik me voelen in die schoenen? Je moet open zijn, dus je mag ook best eerlijk zijn over je eigen struggles, je eigen twijfels, je eigen gedachten, gevoelens, belevingen. En die onvoorwaardelijke acceptatie gaat echt over een soort van het accepteren van iemand in diens kunnen en diens gebreken. Ook al kan het zijn dat mensen soms dingen gedaan hebben, dingen zeggen waar je totaal niet achter staat, waar je totaal niet in kunt vinden, is het alsnog de taak van de psycholoog om diegene daarin te accepteren. Het hoeft niet goedgekeurd te worden, maar je moet in ieder geval iemand de ruimte kunnen en willen bieden om er te zijn in wat goed is en ook wat slecht is. Ja, lukt dat altijd? Ik doe mijn best. Het is op zich wel, als je een soort van loslaat wat je eigen ideeën en je eigen overtuigingen zijn en gewoon echt vanuit ook oprechte nieuwsgierigheid en ook empathie een poging waagt om te begrijpen hoe het kan dat iemand bepaalde dingen doet of bepaalde dingen zegt. Vaker wel dan niet kom ik dan toch tot een soort conclusie van ja, ik denk er niet zo over of ik zou dit nooit zo doen. Maar gezien alles wat jij hebt meegemaakt of gezien de weg die jij tot hier hebt afgelegd, begrijp ik dat dat voor jou wel zo is. Mm-hmm. En soms ook niet. Ik bedoel, ik werk niet in de forensische psychologie, dus ik werk niet echt met mensen die ernstige misdrijven hebben gepleegd. Maar bijvoorbeeld een pedofilie is iets dat denk ik bij alle psychologen, mag ik hopen, moreel verwerpelijk vinden. Maar ik denk dat het toch mogelijk is om op een bepaalde manier daarin wel te kunnen voorzien in een goede behandelrelatie. Zelfs al sta je zo fundamenteel anders in het leven dan degene tegenover je. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, het is soms lastig en het is soms een opgave. Maar juist op zo'n moment zie ik het als mijn persoonlijke taak om grondiger te onderzoeken van hoe kan dat nou? Ik hoor jou iets zeggen waar ik me totaal niet in kan vinden of een wereldbeeld uit dat ik totaal niet deel. En daar verschillen we in, maar wat maakt dan dat jij dat wel kan denken en ik niet? Hoe kom jij wel tot dat punt of die overtuiging? Mm-hmm. Als ik dit zo zeg, denk ik, dit is vanuit mijn werk als psycholoog, maar ook als mens, vind ik dit een fijne insteek in het leven. Mm-hmm. In deze wereld vol debatten, discussies en online bekvechten. Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het interessant om ik vind het interessant om je te zien nadenken hierover. Omdat mm-hmm. je een soort van en misschien, ik zit te denken, waar zit je, ik vroeg me net af, waar zit je nou mee te worstelen? Of waarom weeg je je woorden zo nauwkeurig? Ja. En dat heeft denk ik mee te maken dat je het is, er zitten altijd grenzen aan empathie of inlevingsvermogen. Wat overigens, mm. er zijn ook behandel, bijvoorbeeld Lacan die zou zeggen, ja, je moet empathie. Je weet niet wat die ander denkt, dan moet je ook vooral niet doen alsof je dat weet. Mm. Maar als je inderdaad meer vanuit meer vanuit de relatie een therapie, het effect van therapie denkt, of meer probeert om iets met die relatie te doen, dan is het natuurlijk heel lastig om grenzen aan te geven van die empathie. Mm. Tegelijkertijd noem je dan zoiets als een moordenaar of een pedofiel of zo. En dat,
En misschien is dat omdat, zeg maar, jij behandelt echt ook mensen met pathologie. Ja. Ik ben zelf, mensen als er sprake is van pathologie of zelfs als er sprake is van depressie, dat is bij mij, dat sluit ik uit. Ja. Ik ben er voor de levensvragen en ik ben er niet voor de pathologie. Daar hebben we de psycholoog voor. Ja. Daarom vind ik het ook zo leuk om met jou nu in gesprek te zijn. Maar ik heb eigenlijk, er is een citaat. Ik weet niet meer van wie het nou was, maar dat is. Vraagt iemand van jou: heb je er nou nooit genoeg van om al die mensen de hele dag te horen zeiken? En dan zegt hij: ja, maar ik ken mensen te goed om niet van ze te houden. Of ik. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook. In de praktijk, ik ben echt nog nooit tegen die grens aangekomen. Dat ik ook. Ik heb best wel heftige dingen gehoord. Ja. Dus mensen die, ook als er niet sprake is van pathologie, kunnen mensen heel heftige dingen hebben meegemaakt of zelf heel heftige dingen hebben gedaan. Maar ik ben eigenlijk nog nooit vanuit dit idee. Je probeert te begrijpen hoe iemand daartoe komt. En je probeert iemand dat zelf ook te laten zien. Ja. En zolang je met diegene praat die het wil begrijpen, dat is volgens mij het criterium. Zolang iemand zelf probeert te begrijpen wat er gebeurt, is de empathie soort van, of niet de empathie, is de acceptatie 100%. En ik zag jou nou net zo nadenken. Ik denk, waar denk je nou over na? Is het nou een soort hypothetisch geval? Want heb jij het wel eens meegemaakt dat je echt dacht van, dit is wel op het randje van wat ik kan wel aanvaarden? Nou, aanvaarden niet. Ik heb zeker. Of accepteren bedoel ik eigenlijk. Ja. Dus. Ik heb de grens is er geweest en ik heb ook mensen gezien die over die grens zijn gegaan van wat ik acceptabel vind. Het voordeel van als je het echt over misdrijf hebt is natuurlijk ook, dat is niet acceptabel, dat hebben we universeel besloten, daar zijn wetten voor. En daar kan ik dan ook wel een soort van op teruggrijpen. Dus ik heb mijn baas wel eens horen zeggen tegen iemand van, ja, wat jij doet in je vrije tijd, dat is aan jou, maar dit is wettelijk verboden. En daarom zitten we hier, denk ik ook. Maar ik denk dat je dan nog steeds kan accepteren. Iemand als mens kan accepteren. Zonder dat je de problemen per se hoeft goed te praten of goed te keuren. Maar dat je kan accepteren dat iemand hulp zoekt. En nou, die hulp misschien ook juist vanuit die acceptatie bereid bent te bieden. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, misschien is dat wel hetzelfde wat ik ook bedoelde met, zeg maar, je spreekt met degene die beter wil worden. Ja. Als iemand inderdaad zegt van, ja, ik heb helemaal geen probleem. Ja. Dan heb je natuurlijk een ander soort gesprek. Dan houdt het snel op. En dat heb ik ook wel meegemaakt. Mensen die inderdaad zeggen, ja, maar er is niet zoveel mis met wat ik doe. Hmm. Ja, daar denk ik het mijne van. En daar vindt de wet het hare van. Maar dat is zo. En als je niet geholpen wilt worden, dan kan ik je ook niet helpen. Dus ik denk, als we het inderdaad hebben over accepteren, is het niet per se het accepteren van dat gedrag. Misschien eerder het accepteren van een persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt en daar iets mee wil. En daarin verder wil komen of daar vanaf wil. Of, ja, daar ook in struggelt. Ja. Je beschrijft in je boek het belang van eerlijkheid. En je herhaalt een heel aantal keren het belang van deeldingen of praat over. En dit zijn natuurlijk de voorwaarden van. Ja. Dat iemand zich geaccepteerd voelt. Of iemand weet dat hij bij Rogers' idee is ook wel erg dat je probeert een contact op ooghoogte te creëren. Ja. Probeer dat maar eens te doen als je astrologische horoscooplezingen doet. Want dan heb je al die kennis of al die ideeën van zo'n horoscoop. En dan probeer je toch dat het echt een gesprek op ooghoogte. Wat natuurlijk heel makkelijk is in de zin dat diegene weet altijd meer over zichzelf. Ja. Dat schrijf jij volgens mij ook erg. Jij bent de expert van wie jij bent. Ja. Over jezelf. Maar dat. Jij benadrukt dat ook een aantal keer. Kun je daar. En daar schrijf je mooi over. Misschien kun je daar ook iets over vertellen, over het belang van eerlijkheid en openheid. En wat je dan zo die spreekkamer binnenbrengt. En wat dat voor, wat daar voor chemie, voor alchemie plaatsvindt tussen twee mensen. Het is moeilijk om dat in woorden te vatten, want vaak is dat, ik weet niet, het voelt bijna magisch als het er is. Jij bent de schrijver, Ras. Ja, dat is waar. Ik heb mijn best gedaan in het boek. Maar, het is...
Ik zie de rol als psycholoog of de functie die een psycholoog heeft, in tegenstelling tot wat vaak mensen verwachten als ze binnenkomen in de praktijk, is niet per se die van een expert die snapt hoe het leven werkt en die alles al heeft meegemaakt en je even precies gaat zeggen, oh ja, maar heb je hier al over nagedacht. Veel vaker en veel meer is het dat ik niet per se voor iemand uitloop, maar naast ze loop of achter ze aanloop en zij zijn expert in hun leven. Ik heb psychologie gestudeerd, ik heb niet logie gestudeerd, ik heb niet de persoon tegenover me gestudeerd. Mm-hmm. Dus ik zie het ook echt als een samenwerking, een behandeling. Waarbij ik mijn kennis heb van gespreksvoering, behandeling, stoornissen, problematiek, psychische problematiek. En degene die ik zie is expert in zichzelf, in zijn geschiedenis. En om zo'n samenwerking zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen, denk ik dat je maar beter open naar elkaar kunt zijn. Van oké, van een patiënt verwachten we natuurlijk dat ze vertellen wat het is dat ze, waar ze mee zitten of wat het is dat ze hebben meegemaakt. Anders wordt het lastig werken. Maar ik probeer vaak ook iemand mee te nemen in mijn denkproces. Dus ik gaandeweg formuleer je een soort hypothese over nou, hoe zou het nou kunnen hoe, dat deze klachten zijn ontstaan gezien de geschiedenis of gezien de dingen die iemand heeft meegemaakt. En dat toets je ook constant. Dus dat leg ik aan iemand voor. En als iemand dan zegt, nou, ik weet het niet, dan ben ik ook niet te trots om te zeggen, oh nee, maar dit is de psycholoog die het zegt, dus dat moet je dan maar accepteren. Hmm. Dan gaan we samen kijken wat er beter klopt of waar ik dan de verkeerde kant op was geschoten. Een soort levensverhaal waar je samen aan kunt. Ja, precies. Precies. Ja, een hervertelling van wat daar gebeurd is. Ja. En ik werp daar dan een soort van mijn visie als deskundige op het gebied van psychologie op. Mm-hmm. Het is onmogelijk om een soort van een universele klacht te formuleren aan de hand van een levensverhaal. Je hebt elkaar daarin nodig. Mm-hmm. En daarom is het essentieel, denk ik, om zowel als patiënt, maar ook zeker als psycholoog open te zijn. Binnen beperkte grenzen natuurlijk. Het is niet dat ik mijn hele levensverhaal vervolgens ook op tafel stort en dat de rollen omdraaien. Mm-hmm. Maar volgens mij in behandeling, ik weet niet of jij dat ook herkent vanuit jouw werk, maar ben je samen bezig om iemand beter te maken of iemand te helpen met datgene waar diegene mee geholpen wilt worden. Mm-hmm. Ik kan dat niet voor ze doen. En soms komen er wel echt mensen binnen met de verwachting, jij bent de expert, dit is mijn verhaal, vertel me maar wat ik moet doen. Ja. Ja, ook dan zijn we snel klaar, want dat kan ik niet. Alsof je mechanieker zou zijn. Ja, en ongetwijfeld zijn er mensen die dat sneller zouden doen, of psychologen die dat sneller zouden doen. En nou ja, het internet en de boekenkasten zijn doorspekt met tips en zelfhulp en dingen die ook echt zouden kunnen helpen, maar er is geen holy grail op dat gebied, anders hadden we die echt wel gevonden. Dan had ik geen werk gehad. Nou, er is dus kennelijk een verschil tussen het geven van tips en aanbevelingen en het doen van aanbevelingen en het samen in de alchemie of de magie van zo'n gesprek iemand een bedding geven waarbinnen dat verhaal opnieuw verteld kan worden. Ja. Waar dingen begrepen kunnen worden, aan het licht gebracht kunnen worden die eerder niet aan het licht kwamen. Dat vond ik trouwens wel in jouw boek, even als zijpaadje. Jij zegt ergens van, maar niet lastig met je dromen. In een van die meer gedichtachtige stukken tekst. Yeah. Toen dacht ik, ja, dromen zijn echt. dat is wat je juist zou horen. Dat is misschien een beetje sterk geformuleerd. Misschien dat het ook mooi rijmde of zo. Maar het is niet dat ik als iemand over zijn dromen begint, dat ik ze van tafel veeg, maar. Maar je vraagt daar niet naar. Ik doe geen droomanalyses. Ik ben daar ook echt niet in geschoold. Ah. Dat is niet iets waar ik actief naar op zoek ga. Hm. Dus ik zal mijn intake zal ik zelden vragen, oh, maar waar droom je dan over? Of, Ja, bij een intake lijkt me ook, daar heb je de tijd er niet voor. Nee. Dat verder op een. Ja. Ik werk wel ook met dromen. Ja. Dat is een van de meer verrassende aspecten toen ik begon. Mm-hmm. Ik ben heel erg verrast door dromen. Yeah. Je leest erover en hoe je dat een beetje kan duiden en welke symboliek er daarin voor. Maar dat je dan daadwerkelijk iemand tegenover je hebt zitten die gewoon een hele serie dromen vertelt, waarin gewoon allerlei figuren voorkomen waar ze nooit
van hebben gehoord. Die echt uit een soort, ja, zoals Jung zou zeggen, collectief onbewuste opborrelen. Mm-hmm. Dat heeft mij misschien nog wat meest verrast van wat een rijkdom aan symboliek die daarin zit. En vaak ook wel tips over waar dat onbewuste soort van naartoe wil. Ik vind het lastig. Ik lees graag Yalom bijvoorbeeld, die werkt er ook veel mee. Irving Yalom. Irving Yalom. Een Amerikaanse schrijver, een hele fijne schrijver trouwens. Over, ja, absoluut. Over psychologie. Hij is een van de oprichters van groepstherapie ook. Hè? Hij heeft daar handboeken voor geschreven. Ik weet niet of het de oprichter is, ja, als wel degene woord. Die dat echt heel toegankelijk heeft gemaakt. Hoe noem je dat? Een wegbereider voor de groepstherapie. Ja. En ook heel erg benadrukken van het belang van de therapeutische relatie. Ja, zeker. Hij schrijft ook gewoon hele leuke boeken. Absoluut. Ik moet zeggen, als ik zijn boeken lees, en ik lees ze heel graag, de droomstukken raakt hij me toch kwijt. Ik weet niet waar dat dan vandaan komt, of dat mijn scholing is, waar dat dus ook niet echt langs is gekomen. Hmm. Maar het voelt dan toch al sneller alsof je als therapeut wel op die stoel gaat zitten van ik ga je even vertellen wat je zelf nog niet wist of waar je zelf niet uitkwam. En dat is misschien ook hoe hij het schrijft en hij is Amerikaans, maar vaak neemt dat dan toch een soort de vorm aan van jij hebt het niet door, maar ik snap het en aha, nu valt het allemaal samen. Die trein die betekende eigenlijk dat en dan valt het kwartje. Hmm. Ja, jij werkte mee. Ik weet niet hoe dit klinkt als ik dit zo zeg. Maar... Ja, nee, de manier waarop ik ermee werk is... Ja. Ik zit nu even waarom ik je zo aan zat te kijken is omdat ik ondertussen aan het denken was... Wat schrijft Yalom ook alweer over dromen. Maar hoe ik er meer mee zou werken, en dat is volgens mij ook... Dat past ook meer in hoe jij therapie ook benadert. Ja. Is meer dat je die inhoud gewoon op tafel legt. Ja. En dat je... Je, alleen al dat je het hardop vertelt, doet al iets. En dan vervolgens ook van, er zijn verschillende scholen. Hè? De ene school zegt, hoe voelde je je toen en wat gebeurde er toen? Ja. En de andere school gaat meer kijken naar de symboliek. Mm-hmm. Ik denk dat allebei wel zo zijn waarde heeft. Maar het is meer van, god, een interessante droom. En wat zie jij erin en wat zie ik? Het is meer alsof je zo van, ik vond dat wel interessant. We hebben eigenlijk nog niet naar die trein gekeken. Dat kun je ook wel in een niet-autoritaire positie kun je ook gewoon daar ook wel mee werken. Misschien is dat meer hoe hij het opschrijft. Ik moet dan denken aan een ik weet niet meer precies, maar dan heeft iemand gedroomd over een krokodil en dan komen ze er gaandeweg achter dat die krokodil is hij, want hij heet Irvin. En je had volgens mij Steve Irvin, die krokodillen, Crocodile Hunter, Crocodile Dundee. En dan dat is zo'n soort aha-moment en dan denk ik, oké, dit zou goed kunnen, maar het is toch een soort... interpretatie van. Hmm. En het is een mooie, toereikende interpretatie die zich heel goed leent voor een boek. Maar het voelt alsof je dan toch best wel veel tijd kwijt bent aan zoeken naar iets dat er misschien niet is. Laten we dit gewoon zonder... We hoeven dit niet. Het is gewoon een andere... Hmm. Wat jij... Even kijken, hoe kwamen we hier nou op? We kwamen op die zijstap van de droom. We hadden het eigenlijk over het contact, over de ooghoogte daarin. Ja. En wat die alchemie precies, wat die eigenlijk voor elkaar krijgt. We hebben nu eigenlijk zo, droomanalyse gaat eigenlijk over Freud. Jij noemde net Freud al even. Mm-hmm. We hadden het net heel even over dat Freud dus niet meer zo serieus genomen wordt. En we hadden het ook over het woord overdracht. En toen ik dat woord noemde, zei daar kijken we eigenlijk helemaal niet meer naar. Nee, ik word er niet in geschoold. Ik weet, Freud is wel langsgekomen tijdens de opleiding. En wat ik me ervan herinner, werd daar toch een beetje lacherig ook over gedaan. Volgens mij gingen we dan ook wel droomanalyses, een soort van lezen. En daar een soort over debatteren in hoeverre dat nou... van nut of van waarde was. Mm-hmm. Maar het is niet iets dat echt onderdeel van het curriculum was. En als je dan, dus als je dat niet overdracht noemt, maar gewoon het, als je inderdaad, zoals jij doet, eigenlijk die relatie dus heel centraal stelt. Ja.
Want ik vond dat heel fijn om te lezen. Want er ontstaat soms wel zo'n idee van de GGZ. Dat het om protocollen draait of dat het om groepstherapieën draait. En dat ik bij jou, de gewone basispsycholoog, laat me dat even heel duidelijk gezegd hebben. Dat jij jouw werk juist heel erg beschrijft in termen van die coöperatie, in termen van het open gesprek, in termen van ruimte maken voor elkaar. Ja. En natuurlijk zit er dan met de verslaglegging en een bepaalde. Het komt op mij soms iets wat gehaast over op een bepaalde manier. Van als het niet meer werkt, dan is het, Thomas More bijvoorbeeld, die zegt, ah ja, maar soms heb je gewoon even een paar maanden patience nodig. Ja. Je moet gewoon geduld hebben. Misschien. Ja. Ik heb dat ook wel eens letterlijk denk gezegd. Volgens mij zitten we ergens op te wachten, maar we weten nog niet waarop. Mm. Maar het is wel fijn zo om even te wachten. Maar dat bedoel, hier en daar kruipt dat dus soms een beetje in. Mm-hmm. Maar ik vond het juist heel fijn om te lezen dat jij die relatie heel erg benadrukt. Mm. Tegelijkertijd, als je niet heel erg naar die overdracht gaat kijken, dan is het wel. Jij beschrijft eigenlijk wel dat je dan bijvoorbeeld je afvraagt van, goh, waarom ben ik nou ongeduldig als deze patiënt komt? Of waarom word ik een beetje verdrietig na dit gesprek? Of dan is het toch nog maar een kleine stap naar dat iemand misschien een keer verliefd op jou wordt. Hè? Of, ik kan me niet voorstellen dat je niet gaat overkomen trouwens. Hè? Het is nog niet gebeurd, maar. Nee, is dat dan nooit? Niet dat ik weet. Nee. Of dat iemand tegen een teringhekel aan je krijgt. Dat wel. dat is blijkbaar makkelijker. Nee, misschien is dat ook wel overdracht, maar noemen we het tegenwoordig gewoon niet meer zo. Het is wel inderdaad iets waar ik me heel erg bewust van probeer te blijven. Van wat gebeurt er in het contact? Ja, dat beschrijf je ook. Wat gebeurt er bij degene tegenover me tijdens een sessie, maar ook wat roept dat in mij op? En wat daarvan komt daarvan aan? Wat daarvan zit misschien ook in mij? En daar. Ik weet niet, dat kun je dan overdracht of tegenoverdracht noemen. Maar in essentie is dat wel iets waar ik me heel erg bewust van probeer te blijven. Mm-hmm. En een van misschien om het wat handen en voeten te geven. Mm-hmm. Zodat jij niet op het algemeen op dat verschil misschien hoeft te reageren. Maar een van de dingen die ik bijvoorbeeld. Wat ik vaak tegenkom is dat. Ik zit een beetje. Dat weet je ook. Daar hebben we het over gehad. Een beetje in die. Ja, toch meer die spirituele hoek. Ik ben met astrologie bezig. Ik hou van droomanalyses. Het zit een beetje in die hoek van Carl Gustav Jung. Hè? Ja. Soms zeggen mensen. Ja, de dingen die ik ervaar. Of waar het mij om gaat. En dan gaat het soms ook gewoon over spirituele belevenissen. Of een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Mm-hmm. Ja, die komt niet echt aan bod. En in jouw boek beschrijf je bijvoorbeeld, voor zover we weten, leven we hier maar één keer. Ja. Nou, er zijn weinig cliënten van mij die het idee hebben dat er niks is na de dood. Mm. Maar zou dat dan het verschil verklaren? Dat die mensen dan uiteindelijk toch zeg maar het bij mij zoeken? Mm-hmm. Los van onze individuele, gewoon als we het een beetje structureel proberen te begrijpen. En dat de mensen die zeg maar naar een coach gaan met een burn-out en toch niet grondig geholpen worden of niet, hè, dat er toch een hoop blijft liggen omdat die mensen dan niet grondig genoeg zijn opgeleid, zodat die dan bij jou. Speculeer jij eens over dat? Ik denk dat het zegt volgens mij heel veel over de enorme variëteit in de mens en zowel hun behoeften als wat ze kunnen bieden. Ik denk dat je psycholoog hebt die een stuk zweveriger zijn dan ik. Ik denk ik ben ook gewoon van mezelf nogal nuchter ingesteld. Terwijl je volgens mij ook wel echt psycholoog hebt die ook op religieuze grond therapie kunnen bieden. Of mindfulness is bijvoorbeeld ook wel verweven in een therapievorm. Je hebt de mindfulness-based cognitive therapy en andere therapievormen die ook wel toch wat meer boeddhistische grondslag hebben ook wel. Mm-hmm. Het lastige is dat, denk ik, het spirituele zich moeilijk laat vatten in het wetenschappelijke en dat het wetenschappelijke toch wel vereist is om goed onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van behandelingen. En dat is nodig om verzekeringen mogelijk te maken, want de verzekeraar wil uiteindelijk weten hoeveel sessies zijn er nodig, maar eigenlijk hoeveel gaat het ons kosten. Mm. Ik denk dat weet ik niet zeker, maar lastiger te onderzoeken is als de insteek wat spiritueler of wat vrijer is dan misschien de protocollen waar we mee begonnen en de diagnoses waar we het eerder over hadden. Mm-hmm. Maar wanneer is nou die aanpak? Want
Ik vind het mooi als het complementair kan zijn. Want er zijn heel veel mensen die zeg maar met mijn aanpak, en zo zijn er heel veel, echt helemaal niks meer zouden kunnen, die enorm gebaat zijn volgens mij. Bij die meer. De aanpak die jij beschrijft in je boek. Hè? Dus wat is nou. Wanneer kom jij dus mensen tegen die dan zeggen: hé, eindelijk word ik geholpen? Hè? En waar zijn die. Ik heb oprecht mensen die. Op voorhand, of ik heb in een verwijsbrief een keer zien staan, graag een niet te zweverige behandelaar. volgens mij was dat op basis van eerdere ervaring binnen de GGZ. Dus die kwam niet eens vandaan bij een coach of een wat spirituele ingestoken niet GGZ-behandeling. Mm-hmm. Ik denk op zich, het is niet dat ik werk niet per se spiritueel, maar als iemand die behoefte wel heeft, dan beweeg ik daar graag in mee. Op dezelfde manier als iemand met dromen komt, dan ga ik daar graag in mee. Misschien ook vanuit dat soort van de acceptatie en de samenwerking. Dus het is, zoals ik in mijn boek schrijf, ik geloof niet, of ik weet in ieder geval niet dat er meer is dan het leven dat we nu hebben. Maar als ik samenwerk met iemand die religieus is of die daar andere ideeën over heeft, ook dan zie ik ons verschil van insteek als een mooie kans om een soort van te verkennen hoe komt het dan dat diegene dat wel denkt en wat heeft diegene nog meer nodig, want blijkbaar is het niet voldoende, want anders zouden we niet tegenover elkaar zitten. Maar ik ben niet astrologisch geschoold, dus als ze die behoefte zouden hebben, dan heb ik nu een plek waar ik ze heen zal sturen. Ja, maar dat is een heel specifiek iets. Maar Nou, op zich, wat misschien raakt dit ook wel aan een thema dat wij ook even besproken hebben, al zeg maar buiten de camera, zeg maar. Ergens dat die. We hadden het daarover van wat weten mensen over je. En bij mij weten mensen inmiddels. Ik zit ook bij een soort actualiteiten. Onze zondagse actualiteitenshow, zeg maar. En jij hebt nu dat boek geschreven. En je zei ook van ja. Ik wil daar graag over praten, maar niet te veel misschien over politiek of dat soort voorkeuren. En toen ging ons gesprek ook toe naar van ja, is niet juist ook de overbrugging van dat soort verschillen. Misschien heeft dat met spiritualiteit, heeft dat hetzelfde effect. Van ja, als jij inderdaad gelooft dat het zwart is, of dat je sceptisch bent, of niet weet, of agnostisch bent, en ik niet, dan kan nog steeds die therapeutische relatie wel heel krachtig zijn en ons verder brengen. Klopt. Ik weet alleen niet of het daarvoor nodig is dat zij mijn verhaal kennen. En dat is denk ik waar. Nee, zeker niet. Maar nee. De vraag is of het schadelijk is als ze jouw verhaal kennen. Ik denk niet dat het schadelijk is. Ik ben alleen bang dat het is meer een soort zorg dat het. Ik noem de behandelrelatie de motor in het boek. Dat het een soort van zand in de motor is, omdat je dan in de eerste instantie tijd die over de patiënt zou kunnen, of aan de patiënt zou kunnen worden besteedt aan een soort van het rechtzetten van de aannames die iemand misschien wel over mij heeft. Ja. En dat kan informatief zijn, ook voor de behandeling natuurlijk. Maar ik zou het zonde vinden als mensen een behandeling zouden weigeren omdat ze een bepaalde aanname hebben op basis van iets dat ze van me gezien of gelezen hebben. Of dat nou klopt of niet. Ja, wel wat je zegt, hè, dat kan ook weer stof tot denken. Tot denken geven. Maar. Ja. Ik vraag, het is. Ik noemde net het principe openheid, maar volgens mij zei ik toen ook, het kent grenzen. Het is mijn taak om een soort van de beleveniswereld van de ander op een bepaalde manier binnen te treden, of in ieder geval mijn best te doen hem te begrijpen. En het moment dat die rollen omdraaien, ben ik bang dat we werk aan het verrichten zijn waar de patiënt misschien wel minder bij gebaat zou zijn. Als we überhaupt al tot dat werk komen. Maar ik denk dat niemand dat. Dat is in ieder geval niet wat ik bedoelde. Dat die. Dat is altijd ook een interessante balans, zeg maar. Er is om een relatie op ooghoogte die oprecht is, is het soms. Is een bepaalde mate van wat ze het Engels dan self-disclosure noemen, is eigenlijk heel nuttig. Ja. Maar als het inderdaad over jou gaat, of zelfs ook maar als jouw eigen nieuwsgierigheid leidend wordt, dan zit je eigenlijk al verkeerd. Dus als jij iets vraagt of iets wil weten, omdat je gewoon nieuwsgierig bent, dat is eigenlijk al, dan gaat het al. En jij schrijft in je boek inderdaad ook dat wat ik in het weekend ga doen, hoort daar eigenlijk ook al niet bij. Nee. Dan,
Maar als iemand vraagt, goh, wat ga jij vanavond doen? En dan kan het, soms is het ook beter om gewoon even te... wel even, want wat maakt het uit? Maar... Ja, het is ook, het is niet dat ik een soort stenen muur om me heen heb en dat er niks doorheen kan. Maar het stukje zelfdisclosure is iets dat ik graag tijdens een behandeling bewust inzet. Omdat ik denk dat het op dat moment van waarde kan zijn voor de ander. Mm-hmm. En dat is in de behandeling tijdens een gesprek met iemand waar ik waarschijnlijk al een band mee heb opgebouwd of nog opbouwende ben. Maar waarom ik er misschien wat terughoudender in ben, hier nu aan deze tafel, mm-hmm. omdat het bekeken zou kunnen worden door mensen die ik nog niet eens heb gezien of mensen die ik al zie. En dan een beetje buiten de... Buiten de relatie. Ja, en buiten de behandelkamer, waar je zoiets ook kan bespreken inderdaad of kan oplossen. En ook buiten de relatie, nog voor de relatie misschien. Dus ik denk dat het daar... Ik ben niet neutraal. Ik heb meningen, maar dat is op persoonlijk. Ik kan goede discussies voeren, maar dat doe ik met mijn vrienden. Ik zie de meerwaarde niet, niet altijd in ieder geval, van dat ook echt in de behandeling brengen als het niet nuttig of nodig is. Mm-hmm. We moeten langzaam naar een afronding toe. Ik wilde eigenlijk nog met je praten over het hoofdstuk over mannelijkheid ook en vrouwelijkheid. Maar ik heb een oplossing bedacht voor het feit dat we geen tijd meer hebben. Want ik wil eigenlijk ook nog even met je praten over... hoe staat het ervoor met de geestelijke gezondheid? Zo heb jij daar observaties over? Ja. Maar misschien is de... We hebben denk ik in dit gesprek, als ik het vast een beetje samenvat... We hebben de reis van de patiënt geprobeerd te volgen door het vocabulaire dat gebruikt wordt, door de verschillende soorten behandelingen die je hebt. Vervolgens zijn we een beetje naar de inhoud van die behandeling gaan kijken. Naar de protocollen, maar vooral de relatie. Mm-hmm. De wetenschappelijke benadering die ook toetsbaar is. En waar ook een heel grondige procedures binnen zo'n praktijk in zitten. Maar goed, dat kunnen mensen allemaal lezen. Maar dat hebben we een beetje aangestipt allemaal. Mm-hmm. Een van de dingen die mensen misschien nog... wat mensen wel vaak noemen. Misschien is dat dan een leuke brug, zeg maar, naar het functioneren van de hele GGZ. Maar wat mensen vaak noemen is, ik wil een mannelijke of ik wil een vrouwelijke behandelaar. Ja. En jij schrijft best wel over dat jouw beeld van mannen niet bepaald rooskleuriger geworden is door de dingen die je hoort in je... Ja. In je behandelingen, mm-hmm. in je gesprekken. Mm-hmm. En misschien hebben we niet meer de tijd om echt op dat thema man-vrouw te reflecteren. Ja. Maar misschien toch nog voor de mensen die zitten te kijken en denken, oh, misschien wil ik ook eens naar een psycholoog. Ja. Waar zou een keuze van man of vrouw nou van kunnen afhangen wat jou betreft? Want jij hebt veel vrouwelijke collega's, zoals er zijn meer vrouwelijke psychologen dan mannelijke. Ja. Ik denk dat dat vaak iets is dat... Er zit waarschijnlijk een bepaalde behoefte of een bepaalde aanname al bij de patiënt, nog voordat de behandeling überhaupt is begonnen. Je hoort inderdaad vaak mannen, ik wil een man of een vrouw, of ik wil een jongen of een oude. Dat is ook iets dat je aan de deur regelmatig hoort. Mm-hmm. En er zit toch een bepaalde verwachting van, oh, een man kan mij intellectueel uitdagen. Dat is iets dat ik vaker hoor. Terwijl een vrouw, dat wordt dan wat meer geassocieerd met het moederlijke, dus die kan voorzien in de zorg. Dus de mensen die echt goed willen huilen, die hebben een voorkeur voor een vrouwelijke behandelaar. En de mensen die even geconfronteerd willen worden met de feiten, die hebben een voorkeur voor de mannen. Dat heel, heel generaliserend gezegd. Ja, ik vraag me af of dat klopt en of dat uitmaakt. Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen, als je denkt dat je een voorkeur hebt voor een vrouw, dan heb je waarschijnlijk meer baat bij een man en andersom ook. of iets daartussenin of iets daarbuiten. Ik denk niet... No pain, no gain. Ja, dat ook. En ik denk, ja, als je dan toch uitgedaagd wilt worden, laat je dan uitdagen op datgene dat je zelf eigenlijk te moeilijk vindt of als niet nodig ziet. Want waarschijnlijk zit daar heel veel waarde in. Mm. Ik zelf ook. Ik heb lange tijd gezegd, ik ben niet in behandeling en ik ben nog niet in behandeling geweest, omdat het tot dusver niet nodig is geweest. Maar vroeger zei ik altijd van, als ik dat dan zou doen, dan liever een man. Want daar heb ik dan inderdaad een soort van het idee dat die kan mij wel bijhouden of zo. Ik ben al gaan twijfelen aan dat idee. Ik denk dat dat totaal niet waar is. En ik denk voor mezelf, zoals ik ook in mijn boek beschrijf, ik zit al heel erg hier. Ik ben veel meer in mijn gedachten dan in mijn gevoel. Dus het is leuk en aardig als ik dan zo'n man tegenover me zou hebben die goed de discussie aan kan gaan en dat we een soort van intellectueel verder zouden komen. Maar ik denk dat ik veel meer gebaat zou zijn bij iemand die
me even op pauze zet en zegt, oké, maar wat leeft er niet hier, maar wat leeft er hier? Mm-hmm. Ik denk dat dat voor veel mensen misschien ook wel geldt. Dat wat je denkt dat van waarde is, misschien... Ja, daar schuilt natuurlijk ook een bepaalde aanname in die misschien ook wel onderzocht verdient te worden. Ja, ja, dat, en dat is misschien ook wel een mooie om... Want dit gesprek, ja, dat is misschien ook even voor de kijkers, want er komt toch nog een gesprek achter ons. We dachten eigenlijk dat we leefden driekwart van dit gesprek in de veronderstelling dat we lekker konden uitwaaieren. Maar zo gaat het ook in therapie soms. Nou ja, dat is ook prima. En, maar wel, wat jij nu eigenlijk zegt, hè, dat laatste, dat mag misschien ook gewoon onderzocht worden. Ik denk dat wel, als we nou mensen iets kunnen meegeven voor hun therapie of voor hun behandeling... Voordat je stopt met een behandeling of voordat je het opgeeft, praat over waarom je dat wilt. Veel psychologen, ik denk bijna alle psychologen, zelfs als je er geen klik mee hebt, zullen met die gevoelens, die brengen je een laag dieper. Want ik wil hiermee stoppen. Oké, waarom wil je stoppen? Ja, ik vertrouw jou niet of ik kom met jou niet verder. Ja. Praat erover en betrek dat in de therapie. En als een goede therapeut, die zal daar zijn weg in vinden en kunnen onderscheiden of dit nou weerstand is of dat het, of dat het echt verstandig is om naar een andere behandelaar te gaan. En dat kan ook. Hè. Jij beschrijft dat gelukkig ook heel uitgebreid in je boek. Je kunt gewoon wisselen. Ja. Verken vooral ook meerdere mensen. Ja. Dat is ook de reden dat mijn eerste gesprek doe ik gewoon gratis, zodat ze bij wijze van spreken kunnen shoppen totdat ze bij iemand uitkomen waar het goed mee voelt. Ja. Is misschien een beetje extreem, moet ik misschien ook nog eens wijzigen, maar die manier van denken. Maar als we dan dus iets mee kunnen geven, ik denk, praat erover, betrek het erbij. Hè? Ja. Ik neem aan dat jij het daar ook mee eens bent. Ja, volgens mij in het laatste hoofdstuk van mijn boek eindigt, nou, het is mooi ook om het gesprek daarmee te eindigen, met volgens mij 3 keer toe, praat erover. En dat gaat over alles eigenlijk, maar ook over dit. Want ik denk dat het ofwel de behandeling beter maakt, of je kunt samen met die behandelaar er naar achter komen wat het is dat je echt nodig hebt. In welke vorm dan ook, binnen de GGZ of daarbuiten. Ja, precies. Ja, en dat is extreem waardevol. Mooi. Nou ja, laten we hier dan ook mee eindigen. Dus heel erg bedankt dat je hier was. Bedankt voor een mooi boek. Bedankt dat ik er mocht zijn. Bedankt voor het lezen. Ik ga hem nog even omhoog. Nou, ik heb het met veel plezier gelezen. En ik denk dat we... Ja, dit is een soort tipje van de sluier dat we gelegd hebben. En nou, misschien voor mensen die overwegen naar een... of als ik mensen kent die overwegen om naar een psycholoog te gaan. Hopelijk is dit voor mensen een mooie introductie. Volgens mij is dat wel... volgens mij ben jij wel een goede gids geweest. Maar, dat is fijn om te horen. Ja. Ik heb het geprobeerd. Mooi. En dank voor je komst. Dank voor de uitnodiging. En u allen hartelijk dank voor het... daar bent u. Dank voor het kijken. Beste kijker. Als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.